ben boos. Kijk, we hadden Unicorn Fruit Loops gekocht. Kijk naar die frisse, fijne kleurtjes. Regenboog. Hier denk je nog, oké, roze, paars, geel. Maar in het echt zijn ze dus... een soort hondenvoer. Bruin is toch geen unicorn kleur, Doak? Wel wat eruit komt. Ruikt ook naar hondenvoer. Maar hoe smaken ze? Wel lekker. Suiker. Dag schatje. Dag schatje. Oh sorry, mag de gewoonte. Nee, even over. Ja, oké, wacht. Je moet wel boos kijken, ja, dan. Hè. Dag schatje. In welke plaats is het? Rubin. Hier en in 2005 hier... is hier een Europees akkoord gesprek. Damn, gewoon. In Prüm. En in 1987 was ik hier op vakantie met mijn ouders. Knippen ze in je vingers? En toen regent het elke dag. Niet als u, Prüm. Hier is een hele, heel groot klooster, een hele grote kloosterkerk. Hier hebben ze de sandalen van Jezus. Maar die sandalen zijn van 5 euro te laat gemaakt. Dus dat klopt niet. Meer of minder Frankie. Het is gewoon fake nieuws, dat bestond toen al. Ik vind het een beetje een groot kinderstoeltje, Joost. Oh, ik zit net in het water. Oh, dat is je gewoon weer aan te stellen. Je kijkt dan. Oh, Bram, ik moet nog een souvenirtje voor Ruud. Nou, voilà. De winkel is dicht, jammer. Wacht even, jongens, ik zie een gans met een cowboyhoed. Kijk dan. Ik vind het wel mooi dat het de grandeur helemaal niet heeft verloren sinds jij hier voor het laatst was, Bram. Als je je oude sportschoenen van de middelbare school terugvindt en dat, zo, dat wat onder dat inlegzooltje zit, zo ruikt het hier een beetje. Stoffig en... Oh, je ruikt het, ja. Het is altijd zo leuk met de piemelparty op pad te gaan. Kijk, telefoon, telefoon, ja, telefoon, nog een telefoon. Een heel leuk gesprek over nog een telefoon. Ik ben Marien aan het helpen met een technisch probleem. Laatst zag je iemand ergens wachten bij een café. Hij heeft toen 20 minuten zo... En toen kwam die andere man eraan met wie die had afgesproken en toen was echt zo... leuk. Toen dacht ik, dit is dus waarom je een telefoon bij je hebt. Is heel zout. Lekker zout, behoorlijk zout. Ga je zo de geschiedenis in. Bram, zit hier nou water op? Zat zeker nog aan, hè? Uiteraard. En dat er dan mensen zijn die zeggen, nou, het lijkt me niks de Eifel. Heel saai. Ja, nou, ja, klopt. Is Jesse nou eigenlijk jouw Rachel Hazes? Zo ben ik André. Senior. Ja. fuck? Jesse? Ja. Jij bent eigenlijk een soort Rachel Hazes, hè? Nee. Het is wel zo dat Jesse jou heeft leren kennen bij een optreden. Als een soort groepie. Was Rachel een soort groepie? Oh, dat wist ik niet. Jullie hebben elkaar leren kennen bij een optreden, toch? Ja. Hij kwam voor het dansfeestje wat daarna was. Maar dat was 18 plus en hij was nog net geen 18 plus. Maar nee, Jesse is niet echt een groepie. Nee, want ik dacht, je bent ook fan van Marinus. Ja. Dus in theorie... Als je nou eerder naar een concert van Marinus was geweest... Dan had die piemelparty er heel anders uitgezien. Wacht, ik zoom even in voor deze reactie. Ja, maar ik ken Marinus pas sinds de muziek van Marinus sinds de piemelparty. Dus. Jesse is ook fan van Marinus. Dus als hij nou eerder bij een optreden van Marinus was geweest, dan had die piemelparty er heel anders uitgezien. Ja, of eigenlijk ongeveer hetzelfde. Ja, met een iets andere connectie. Hoe groot fan ben jij van Marinus? Een groot fan. Nee. Ik volg wel alles wat hij doet. Waar moet ik kijken? Ja, naar mij, dat is beter. Ja, dat is beter. Ja. Hij is echt fan, hè, van Marinus ook. Zeker. We zaten gisteren, we hebben een uur in bad gezeten en een uur lang naar Marinus geluisterd. Met veel plezier trouwens. Er is ook nog een heel stuk van zijn oeuvre dat ik niet ken. Toen hij bij BZN zat of zo. Wat vind jij zijn beste nummer? Ik weet niet hoe het heet. Het is een beetje op tempo. Ik weet dat, dat is ik goed. En dan komt het refrein. It's all about the Weet jij wel welk liedje van Marinus dit is? Laat het even achter in de comments. Ja. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten naar zijn Spotify playlist. Ja, hij heeft er een paar. This is a balladeer. Die is wel vrij goed. Ja, dat gevoel. Verlaat hotel denk jij. Hij leerde de Zuid-Afrikaanse spacey kennen via de kerk.
Oh? Een heel rare, ik trek niets boers is vrouw. Party people, I want to see those hands.